Hallo, huisvrienden en vriendinnen. Zoals inmiddels bij jullie wel een beetje bekend is, hebben wij hier de huishoudelijke taak verdeeld. Vanavond hebben wij, maak ik dan macaroni klaar. En dat is volgens het recept van Irene. En, dat heb ze alweer jaren geleden heb ze dat een beetje zo ontwikkeld en aan mij erover gebracht, uitgelegd. En nou, dat wil ik even met jullie delen, dat lijkt me wel leuk. Dus ik zou zeggen, kijk er zelf mee en dan zal ik het een en ander even uitleggen. Nou, de ingrediënten zal ik even snel uitleggen. Dat is in ieder geval 2 pond gehakt. We hebben oregano en basilicum door het gehakt. En dan hebben we tomatenpuree, die gaat straks door de macaroni. We hebben 3 rode paprika's. Dan hebben we nog die gewone paprika's, die zoete paprika's. Champignons heb ik niet gesneden, want die snij ik liever zelf. Want dat, dan kan ik wat grotere stukken maken. Gesneden uien. Tomatenketchup uiteraard en zilver uitjes en augurken doe je erbij. En ja, uiteraard ook tomaten en in ieder geval de macaroni. Nou, dat zijn in ieder geval de ingrediënten. Dus ik ga ze nu snijden en het gehakt opzetten. Gehakt hier braad ik zonder vet, zonder olie. Gewoon in zijn eigen vet, zachtjes laten gaar maken. Dat opbakken van dat gehakt doe je natuurlijk op een laag pitje, want dan kan het vet rustig uittrekken. En dan brandt het ook niet aan, hè. Dan gaat het basilicum, die gaat er door. Een half potje. Maar goed, dat maakt niet uit, een half potje basilicum. En een half potje oregano. Ja, en dat is natuurlijk dan weer iets minder als je minder gehakt gebruikt, maar dat is natuurlijk logisch. Hè? Nou, dan gaan we de paprika snijden ondertussen, terwijl het gehakt staat te braden. Dan kan dat het kan maar klaar zijn. Nou, als het gehakt al een beetje lekker donker is, dan kan er nou de uien erdoor. Dan kunnen de uien gaan mee bakken. De champignons erdoor. Nou, dan is het nu tijd voor de paprika's. Wat betekent? Gaan we er ook even lekker doorheen halen. Ja, tussen de bedrijven door doen we gelijk even een beetje afwas wat er nog stond en wat we gebruikt hebben. Dan houden we het een beetje netjes en schoon. Dan met één oog op het gebeuren van de macaroni, want die gaat er nou weer bijna overheen, zie ik. Dus ja, gewoon even accuraat blijven op alles. Maar geeft niet. Kijk, dat gaat ik ook nou, dus dat kan een zachtjes zetten. Ik had mijn handen natuurlijk weer wat eten water. Op niks. Shit. Mensen hebben natuurlijk zo'n wasautomaat, maar wij kunnen toch oude wet met handwerk. Ik heb jaren 2 dochters gehad, dus dat waren perfecte afwasmachines. Ja, nou moet ik het zelf doen. Ik heb er geen echte eten aan, dus ik zie er niet bij. Ja, dan ben je lekker bezig. Zo, het water kookt, dus de macaroni kan erin. Hoppa. Beetje doorroeren. Een belangrijk onderdeel van het gerecht is toch ook de tomatenpuree. Want zonder tomatenpuree, dan ga je dat toch missen. Het hoort er gewoon bij, dus het gaat er nu in. En dan lekker even er doorheen roeren. Je
verwenden. Nou, dan gaan we nu het moment krijgen van de tonen die erbij moet. Ah, dit is nog helemaal perfect. Goed geworden, goed gelukt. Altijd wel weer even spannend. Nou, dan gaat er tomatenketchup op. Nou ja. Shit, sorry. Nee, geeft niks. Daar heb je ook een schort voor. Dat spuit alle kanten op. Nou, en dan kan je er opdienen met parmezaanse kaas. Met geraspte kaas. Plakjes kaas en dan in de oven. Maar er is ook wel extra weer dingen die je erbij kan doen. Je kan er ook nog sla bij serveren. Ach, wat dat betreft. Of mogelijkheden te open. Maar je ziet het is een lekkere grote pan. En daar kunnen we makkelijk 2 dagen mee doen. Met z'n tweeën. En morgen komt Linda erbij. Nou, is wel ook gek op. Dus dat komt helemaal goed. Nou. En wat ik zelf dan ook erg lekker vind is de hot, tomaat-hot ketchup. En natuurlijk een tomaatje en een augurkje en een zilveruitje erbij. Nou, ik zou zeggen, dit is het eigenlijk. Ons speciale macaroni gerecht. Het recept van Irene. Voilà. Dat is het. Smakelijk eten, zou ik zeggen. Nou, dit was dan het recept van Irene. En bereid door mij, de macaroni met de schotel. Volgende keer, wie weet, misschien een nasi. Ik zou hier wel zeggen, iedereen weer eet smakelijk. En de route weer. Tot de volgende. Hey, hoi.